Voor de gelegenheid laten we het veilige, vertrouwde campusleven even achter ons en trekken we naar farmaceutica en chemiereus Bayer. KDG-student Justice doet hier aan werkplek leren, een nieuwe manier van studeren op de Karel de Grote Hogeschool. Wij gingen eens kijken wat dat precies is. Ik ben Justice Opong, ik ben 24 jaar en ik studeer chemie aan Karel de Grote Hogeschool. Ik zit in mijn laatste jaar en ik doe alleen aan het programma. Het programma dat ik eigenlijk meedoe is eigenlijk in plaats van een half jaar school en een half jaar stage, een volledig jaar stage te lopen in een chemische industrie. En ik zit nu in Bayer. De bedoeling is dat je eerst de installaties leert. Je moet eerst weten waar het alles is, voordat je zelf een manipulatie of een simulatie kan uitvoeren in de installatie zelf. Dus eerst en vooral ben ik bezig met echt alles in detail te leren, te kennen en weten wat ik eigenlijk hier ga doen later. Ik heb een begeleider, Peter, een mentor, en die begeleiden mij om eigenlijk de proces te kennen en die steunen mij om eigenlijk mijn jaar door te maken. En ja. Ik ben de Peter van Justice, een van de vele Peters. Hier op het fabriek werken wij met een beurtrol. Het is niet altijd dezelfde persoon dat op deze plaats zit. Justice krijgt dan op die manier de kans om van verschillende personen een opleiding te krijgen. Justice wordt eigenlijk opgeleid als een gewone arbeider die mee op de werkvloer wordt opgenomen. Het voordeel daarvan is, toen ik als student was afgestudeerd en hier was begonnen, was ik volledig wereldvreemd van wat het eigenlijk was om als arbeider mee te werken in een ploegenverband, in een shiftsysteem. Het voordeel dat hij heeft, dat ik vroeger niet heb gehad, was, hij heeft nu al een jaar de ervaring om als student mee te draaien met ons, ons bezig te zien en een idee te krijgen van welke job dat hij later in de toekomst zou doen. Dat punt heeft ook een voordeel tegenover andere studenten die uit rechtstreeks van de school komen en geen idee hebben van welke job dat ze eigenlijk voor aan het studeren zijn. Het enige verschil dat hij heeft tegenover een nieuwe medewerker is de fysieke arbeid zelf mag hij niet doen. Hij mag ons in de gaten houden met de job die dat wij doen, maar zelf mag hij geen fysieke handelingen doen. Als ze mij een kans aanbieden in Bayer, ik zal het gewoon aannemen, beide handen zelfs.